Het aantal inbraken en berovingen met geweld neemt toe, waardoor het veiligheidsgevoel afneemt. Minister Mathura van Defensie belooft meer steun aan het ministerie van Justitie en Politie om de criminaliteit te bestrijden. De militaire politie zal de politieoperaties versterken, vooral in gebieden waar criminaliteit voorkomt. Er worden meer militaire voertuigen ingezet voor surveillance, zowel overdag als 's avonds. Dit initiatief begint in Paramaribo en Wanica, maar zal uiteindelijk landelijk worden uitgebreid. Het ministerie van Volksgezondheid informeert de bevolking over de mogelijkheden om een klacht in te dienen over ontvangen medische zorg. Patiënten hebben verschillende opties om hun ongenoegen te uiten, waaronder het direct aanspreken van de betrokken persoon, een klacht indienen bij de klachtencommissie van de zorginstelling of bij de geneeskundig inspecteur. Daarnaast kunnen ze tuchtrechtelijke, strafrechtelijke of civiele procedures starten, afhankelijk van de ernst van de situatie. Het indienen van klachten via social media wordt echter niet als een formele klacht beschouwd. De ambassade van Suriname in Cuba heeft op 9 april 2024 het startsein gegeven voor verschillende activiteiten ter herdenking van 45 jaar bilaterale relatie tussen Suriname en Cuba. De vice-minister van Buitenlandse Zaken van Cuba benadrukte het belang van culturele en broederschapsbanden tussen beide landen, evenals de economische betrekkingen. De ambassadeur van Suriname bedankte ondersteunende partijen en benadrukte het belang van de film One People om etnische verdeeldheid te overbruggen. De ambassade zal tot december 2024 activiteiten organiseren in het kader van deze herdenking.